goede ding. Kwam je erachter dat hij in de boom zat? Tijdens het hardlopen. Ik doe wel vaker een rondje hardlopen. Ja, nu was hij wat anders. Omdat de kat al een tijd weg was, had ik toch een beetje een nagevoel. Dus ik dacht op de terugweg van ik ga eens even roepen. Dus ik roep haar naam en toen ik hier in de buurt was, werd ik beantwoord. Gisteren was het al best mooi klimmen. Oh, hier land is weer. Hoe lang bent u hem al kwijt? Sinds afgelopen vrijdag, dus het is nu ruim 4 dagen. De brandweer heeft geprobeerd hem uit de boom te spuiten met water. En dat is, heeft averechts gewerkt. Dus de kat ging nog hoger de boom in en was heel bang. Nee, ik was hier na de eerste vanochtend. Met de klimgordel en klimlijn in de boom in. Alleen toen brak al alle kanten de schors van de boom af en de wortel aan zat, was niet lekker. En toen vond ik het onverantwoord om inderdaad helemaal naar 30 meter te klimmen. En dan had ik het waarschijnlijk alsnog niet gered, omdat de takken gewoon te dun waren. De kat was zo ver naar boven gejaagd dat het onverantwoord was om dat te klimmen te doen. En toen is er besloten voor een hoogwerker, maar dat was ook nog niet zo'n pretje bovenin, denk ik. Ik ben natuurlijk de hoogte wel gewend. Maar met die wind erbij en maakt het wel lastig. En dat zwiebel je wel alle kanten heen en weer. Maar het is uiteindelijk gelukt. En daar gaan we voor, hè. Ja, jij bent heel boos, hè? En angstig? Nee, niet normaal. Ja. Je hoort al vaak in die verhalen, ze na wekenlang achter elkaar.